dames en heren, allemaal hartelijk welkom. Welkom bij deze openbare startbijeenkomst voor de coalitieonderhandelingen. Mij is gevraagd om deze vergadering van de fractievoorzitters voor te zitten. Dat is mij gevraagd door de griffier. Er is een agenda gemaakt. En ik kijk even naar de fractievoorzitters die nu aan tafel zitten, of zij zich in deze agenda kunnen vinden. De lijsttrekkers, terecht word ik gecorrigeerd, het zijn de lijsttrekkers. Maar ik denk nog zo in termen van deze zaal waar fractievoorzitters zitten. En dat zal straks vast wel weer gebeuren, maar het zijn inderdaad lijsttrekkers. En wij komen nu bij de afronding van de campagne, de verkiezingen die we afgelopen woensdag hebben gehad. Afgelopen vrijdag is de uitkomsten van de verkiezingen zijn definitief vastgesteld. Dus iedereen weet nu denk ik wat de uitgangspositie is. En dan is het ook goed met elkaar het gesprek aan te gaan. En dat willen de lijsttrekkers ook om te komen tot coalitievorming in onze gemeente. Ik kijk even naar u of u zich kunt vinden in deze agenda. Dat is het geval. Dan zou ik elk van de lijsttrekkers willen uitnodigen om een duiding te geven van de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag. En ik zou daarbij de volgorde willen aanhouden van kleinste partij naar grootste partij. En dan ga ik uit van het aantal stemmen dat de partijen vergaard hebben. En dan zou ik willen starten bij de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Goed, de duiding van de verkiezingen. Ik denk dat wij kunnen constateren dat de Partij van de Arbeid zich heeft gehandhaafd. Als het gaat om het aantal absolute stemmen hadden wij een zeer gering aantal meer. Als het gaat om percentages 0,2% minder. Nou goed, daar kun je uit concluderen dat de Partij van de Arbeid een zeer vaste aanhang heeft. Maar met hetzelfde gemak zou je ook kunnen concluderen dat wij een aantal stemmen hebben gewonnen van de andere landelijke partijen. En wellicht hebben afgestaan een aantal lokale partijen. We hebben de campagne gevoerd op inhoud. Wat ik hoor van de mensen die op ons gestemd hebben, wordt dat inderdaad gewaardeerd. En als ik dan verder kijk, goed, de LPO, mogen duidelijk zijn, de lokale partijen zijn de winnaar geworden. Als ik dan verkiezingsprogramma's van de diverse partijen doorneem, dan zitten er een aantal zeer ambitieuze plannen in. De komende 4 jaar mag duidelijk zijn dat het lastige jaren worden, dus de ontwrichting van de bestuursdienst. Wat het financieel gaat betekenen is nog niet geheel duidelijk. Wat ons betreft is het naast onze thema's die wij hebben ingebracht in onze campagne ook duidelijk dat wij ook een voor zeer degelijk financieel beleid staan. En we zullen ook de ideeën en de thema's van andere partijen ook toetsen op een goed financieel beleid. Voorzitter, daar wou ik het even belaten. Dank u wel, meneer Moerman. Kom ik bij meneer Mors. Ja, dank u, voorzitter. Het zal duidelijk zijn dat wij niet blij zijn met deze uitslag. 1 zetelverlies, terwijl we de afgelopen coalitieperiode juist heel constructief en positief onze bijdrage hebben gedaan hier in Ommen. Helaas zagen wij het van tevoren aankomen. Landelijke ontwikkelingen die hebben deze uitslag eigenlijk onvermijdelijk gemaakt. Hoewel wij ons bescheiden zullen opstellen, zullen wij ook in de komende periode constructief en positief onze bijdrage blijven leveren. En uiteraard ook kijken naar de financiële consequenties of we een gezonde gemeente Ommen zullen blijven met alle problemen die we hebben. Dus we gaan een positieve bijdrage leveren met iets minder schouders eronder. Voor ons zal de inhoud van het programma en of het nu een raadsprogramma of een coalitieprogramma is, belangrijk zijn. Het zal zo om het even zijn. Het lijkt ons dat we als raad eerst de inhoudelijke programmapunten en speerpunten voor de komende 4 jaar per partij moeten gaan inventariseren. En van daaruit de grootste kans op een succesvolle samenwerking realiseren. Nogmaals, het past ons bescheidenheid, maar we zullen er zijn als nodig is. Dank u zeer. Dank u wel, meneer Mors. Dan kom ik bij mevrouw Lagas van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Wij zitten er best dubbel in. We hebben onze 2 zetels behouden zonder restzetel. Maar vanzelfsprekend, zoals iedere partij wil, hoop je ook dat je een zetel wint.
in de tendens van landelijk lokaal wordt sterker. Dat is, heeft zich hier in Ommen ook bewezen. Mag je dan blij zijn dat je twee zetels houdt, maar je moet ook altijd streven naar meer. Maar het is nu eenmaal zo, de kiezer heeft besloten en daar hebben we het mee te doen en daar gaan we ook mee aan de gang. We hebben met een heel leuk team campagne gevoerd, ook op inhoud. Leuke reacties daarop gehad, maar ook vooral de reacties die aangeven, ga nou goed samen verder, want de burgers in Ommen zijn zich maar al te goed bewust van het feit dat we ook voor een nieuwe uitdaging staan in het kader van een nieuwe organisatie. Deze nieuwe periode luidt een periode in van een nieuw bestuur en van een nieuwe organisatie die elkaar onlosmakelijk onderling zullen beïnvloeden. We staan dan ook voor een bijzondere opgave zometeen als voltallige gemeenteraad. We moeten vooral heel goed kunnen laten zien dat we kunnen samenwerken, dat is erg belangrijk. Waarbij de Ommer samenleving voorop staat en waarbij we goed aandacht moeten houden voor de dienstverlening en de stabiliteit van onze organisatie. We moeten dus een duidelijke balans weten te vinden tussen wat moet en wat kan. En waar we moeten gaan voor haalbare ambities, zowel financieel als qua uitvoerbaarheid. Maar we mogen wel lef tonen. We gaan namelijk ook nog eens op weg naar een nieuwe democratie. Dat zijn we ons allemaal nog niet zo heel erg van bewust. Maar die zal er zeker aankomen, zeker gezien de keuzes die we met elkaar willen maken voor de kleine compacte organisatie. We hebben het inspiratiedocument Hou vast voor de toekomst. We zijn al eens eerder door een waarnemend burgemeester uitgedaagd om dat ook te vertalen naar onze verkiezingsprogramma's. En als je kijkt naar het analysedocument wat ons is toegekomen, waarvoor dank, dan zie je ook dat er heel veel hoofdlijnen in zitten door de partijen heen, waarin we elkaar vinden. En volgens mij is dat een prachtige basis voor een breed verhaal op hoofdlijnen. Dat kan de basis zijn. En daarbij vinden wij als VVD, dat je moet uitkijken voor de profilering van de individuele dadendrang. Maar dat we veel meer moeten gaan sturen op de profileringskansen voor onze gemeente. Volgens mij en volgens ons gaan we het daarmee halen. Dus wij staan open voor de discussie, we staan open voor het gesprek om te komen tot een breed gedragen coalitie in deze gemeente. Vanuit de opgave die ons wachten. Dank u wel, mevrouw Legas. Dan kom ik bij meneer De Jonge van de VOV. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, terugkijkend naar de campagne is altijd een drukke tijd. Een beetje rust is weer teruggekomen. En toch ook weer niet een beetje rust, want anders hadden we hier niet gezeten. Ja, de verkiezingsuitslag, voorzitter, die moet je natuurlijk aan alle kanten respecteren. Want de kiezer, de inwoner van Ommen, maakt uit op wie die stemt. En dat is ook het mooie van deze democratie in ons land. De VOV heeft 337 meer stemmen gekregen, maar geen zetel erbij. En dat respecteren wij. Voorzitter, als we kijken naar de toekomst, dan moet mij ook van het hart, als je verkiezingsprogramma's van alle partijen naast elkaar legt, en dat heb ik in de campagne ook al een aantal keren aangegeven, dan zit daar niet zo gek veel verschil in. En dat biedt in onze optiek ook wel perspectief voor de toekomst en voor de onderhandelingen. Voorzitter, wij wachten af wat de grootste partij voor rol en in de kaarten van de informatie met het voor heeft. En daar wil ik een kleine voorschot op nemen door te zeggen dat wij hopen dat de resultaten van de informatie en de formatie hier in het Huis van de Democratie besproken worden en dat we die met de inwoners kunnen delen. Dank u wel, meneer De Jonge. Meneer Van der Mooren van de ChristenUnie. Ik dank u wel. Ik zal proberen inderdaad een antwoord te geven op uw vraag om de verkiezingsuitslag te duiden en niet intussen al wat naar agenda punt 4 te gaan. Ook wij zijn na een betrekkelijk intensieve campagne blij met de uitkomst van vorige week. We zijn op 3 zetels gebleven en dat vinden we op zich al iets om dankbaar voor te zijn. Wij hebben heel bewust niet eens zo heel veel concrete punten wat betreft materiële zaken de aandacht gegeven, maar veel meer ons gericht op betrokkenheid bij jeugd en zorg voor ouderen, onder andere een ouderenmanifest. Wij hebben nogmaals een heel goede, intensieve campagne gevoerd, blij met de uitkomst. En ik denk dat er ons ook heel wat aangelegen is om gezamenlijk met andere partijen het beste voor Ommen met de nodige uitdagingen tot stand te brengen.
Hier wil ik bij laten. Dank u wel, meneer Van den Boer. Dan kom ik bij meneer Bongers van de LPO. Ja, dank u, voorzitter, voor het woord. Ja, het zal u niet verbazen dat de lokale partij Ommen zeer ingenomen is met het verkiezingsresultaat, maar ook blij met de verhoogde opkomstpercentage van onze gemeente en binnen onze gemeente. Lokale partijen zijn geen eendagsvliegen, is gebleken in Ommen. In Ommen vertegenwoordigen de stemmen van de lokale partijen ruim 1/3 van alle stemmen. Een uitslag die zich naar onze mening en die van vele inwoners in Ommen tot uiting moet komen in de beleidskeuzes die er gemaakt moeten worden. Een coalitie met de lokale partij Ommen is dan ook zeer voor de hand liggend. Als de LPO willen wij graag die uitdaging aan om gezamenlijk Ommen vooruit te helpen. En als het om gezamenlijk gaat, wil de LPO benadrukken dat wij, zoals wij dat ook voor de verkiezing hebben gedaan, dat wij geen enkele partij uitsluiten. Tegelijkertijd zullen er duidelijke politieke keuzes gemaakt moeten worden. Denk aan de verschillende verkeerssituaties die een oplossing behoeven. En denk ook aan het herinrichten van onze nieuwe ambtelijke organisatie. De lokale partij zet de komende 4 jaar in het oplossen van concrete vraagstukken. En dat vereist ook concrete keuzes. Ook sluiten wij graag aan bij de mooie woorden van onze burgemeester in de laatste raadsvergadering voorafgaand aan de verkiezingen. Politieke keuzes dienen zoveel mogelijk bediscussieerd te worden tussen de fracties in de raad en minder tussen de politieke partijen en het college. En om dit te bewerkstelligen zal aan minimaal 2 voorwaarden voldaan moeten worden. 1. Er valt wel te kiezen, anders hoef ik ook niet te discussiëren. En 2. Het vereist een capabel bestuur, lees college. Voorzitter, de wereld om ons heen verandert in een rap tempo, of we dat nou willen of niet. Als gemeente Ommen moeten we daar flexibel mee omgaan en de kansen zien te pakken. Het schrijven van een gedetailleerd coalitieprogramma of raadsprogramma voor de komende 4 jaren lijkt ons wat dat betreft niet zinvol en efficiënt. Wij pleiten voor een krachtig bestuur van wethouders met een goede verankering in onze gemeente. De lokale partij Ommen blijft scherp. Liever een goede oplossing voor een probleem dan een raadbreed compromis zonder inhoud. Voorzitter, de lokale partij Ommen wil en denkt ook dat een snelle coalitievorming mogelijk is. Ommen is daar ook aan toe. Het CDA is als eerste aan zet. Wij adviseren het CDA om samen met de LPO in gesprek te gaan om een verkenning te doen naar een mogelijke coalitie. En wat ons betreft kan het aan de keukentafel. Bij ieder van ons. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bongers. Dan kom ik bij mevrouw Bakelaar van het CDA. Ja, dank u, voorzitter. Niet aan de keukentafel, maar... Wie weet. Nee, ik zal me beperken tot de duiding van de verkiezingsuitslagen allereerst. We zijn allereerst als CDA heel blij met de hoge opkomst van onze inwoners. Want het is altijd heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen komen stemmen. Dat is ook wat we gevraagd hebben in onze campagne. Nou ja, onze campagne hebben we, wat de PvdA ook al zei, ook wij hebben een campagne op inhoud gevoerd. Waar we met elkaar op teruggekeken hebben en waar we trots op zijn met elkaar. En we zijn ook dankbaar voor de stemmen die we gehad hebben. Laat onverlet dat we natuurlijk wel een tikkeltje teleurgesteld zijn dat we toch 1 zetel hebben moeten inleveren. Maar desalniettemin is dat ook democratie. En wij zijn een democratische partij, dus dat zou ons natuurlijk vreemd klinken als wij dat niet zouden accepteren en respecteren. Dus dat doen we ook. En dan nu het vervolg, maar ik denk dat we daar zo direct op terugkomen. Dus dit is wat ons betreft de duiding. En natuurlijk, maar goed, dat heb ik tijdens de verkiezingsavond al gedaan. De felicitaties ook aan de lokale partijen. En dat blijkt ook wel dat inwoners toch ook kijken naar van goh, en wat is er nu eigenlijk lokaal voor ons te winnen? Maar gelukkig zien ze ook het CDA nog en daar zijn we heel blij mee. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Is er behoefte bij een van u om een van de andere lijsttrekkers nog een vraag te stellen? Dat is niet het geval. Dan komen wij bij, want u heeft nu een duiding gegeven, ook in de openbaarheid. Dat is denk ik ook belangrijk, zodat onze inwoners weten hoe u de uitkomst van de verkiezingen weegt. En dat ook met elkaar gedeeld te hebben. Dat neemt niet weg dat wij in de opstap naar de onderhandelingen die gaan starten, hebben gemeend u
overdrachtsdocument te moeten aanbieden. Ik heb dat afgelopen donderdag zelf mogen ontvangen. En ik ben erg van de club, als je iets krijgt, dan moet je het ook maar weer doorgeven. Dus ik wil dat graag ook aan u doorgeven. En de heer Tenking zal het aan u uitreiken. En daarmee heeft de oude raad zijn werk aangeleverd aan de mensen die actief zullen zijn in de nieuwe raad. Dan kom ik bij het volgende agendapunt. Dat is de aanpak van het vervolgproces van de onderhandelingen en dat door de grootste partij. En dan kijk ik naar mevrouw Bakelaar van het CDA. Want u heeft de meeste stemmen verzameld. Dan geef ik u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, vanavond de eerste aftrap van de coalitieonderhandelingen en hoe het CDA aankijkt tegen hoe zouden we nu verder samen dit proces kunnen oplopen of met elkaar oplopen. We hebben ook niet voor niks in ons verkiezingsprogramma gezegd samen maken we ommen. Dus dat willen we ook graag samen doen. Niet alleen samen zoals we hier zitten, maar ook samen met de inwoners. En nou, daar heb ik een paar zaken voor op papier gezet. Zal ik een aantal dingen uit benoemen. Want een coalitieproces is, we hebben het vorige keer een aantal van ons ook gezien. Hè. Je hebt inhoud en je hebt natuurlijk ook bestuurders. Een aantal van jullie zeiden het ook al. Het is belangrijk dat we een stevig bestuur hebben. En om maar met de deur in huis te vallen. Wij vinden twee wethouders gezien de uitdagingen die we nu voor ons hebben te weinig. Dus dat betekent dat wij sowieso zullen inzetten op drie wethouders. Op welke manier en in welke vorm, nou, dat moeten we bekijken met elkaar. Maar dat is slechts het bestuurdersonderdeel. Belangrijker vind ik zelf het onderdeel als je kijkt naar toch de nieuwe verhoudingen en samenwerkingsvormen in deze maatschappij. En je ziet dat de samenleving volop in transformatie is en het is ook tijd voor nieuwe verhoudingen en samenwerkingsvormen tussen overheid en inwoners. En het mooiste is dat zien we ook terug eigenlijk in al onze verkiezingsprogramma's. Want we zien heel veel, we hebben ontzettend veel overeenkomsten in het belang van Ommen. En ik denk dat dat ook heel erg mooi is. Hè. We hebben al mooie beginnen gemaakt met nieuw noorderschap, met het Ommerpodium. Maar als je ook kijkt wat we zeggen van nou meer regie naar de inwoners toe, in dialoog met de inwoners, een kleine compacte organisatie en een stevige bestuurlijke organisatie, dan vraagt dat iets van ons als raad, een andere rol. Vraagt dat ook van ons om deels loslaten richting het college. Ik geloof dat onze voorzitter van de raad daar al iets over gezegd heeft tijdens de vorige vergadering. En vraagt dat ook iets van ons als wij in gezamenlijkheid tot een programma zijn gekomen, om dat ook aan de inwoners voor te leggen of met hen te bespreken. En dat is graag zoals het CDA dat voor zich ziet. En hoe zien wij dat dan? Eens even kijken. Je hebt heel veel overeenkomsten. Natuurlijk zitten er verschillen of nuanceverschillen. Soms zitten die wat meer op detail. Veelal eigenlijk niet in de essentie van waar we voor staan. Als het gaat om leefbaarheid, als het gaat om de economie of als het gaat om platteland, als het gaat om ons centrum. Die zit hem veel meer in detailzaken. En het CDA zou dan ook willen kijken, kunnen we met elkaar om tafel om te komen tot een ommerakkoord, om het zo maar te zeggen. Dus geen coalitieakkoord, geen raadsakkoord, maar een ommerakkoord. Of een, nou, hoe kan je het ook nog meer noemen, een ommercontract. Nou, geef het beestje een naampje, maar in ieder geval dat je ook kan zeggen van we zijn voor de verkiezingen. Hè, want we hebben allemaal van hoe we aan tafel zitten, hebben we allemaal geluisterd naar de kiezers. Op basis daarvan, de inwoners hebben natuurlijk ook programma's opgesteld. We zijn er ook dus voor de verkiezingen geweest. We zijn er tijdens de verkiezingen geweest. En het is nu ook tijd, vind ik, dat we ons laten zien na de verkiezingen. Met een totaal programma voor de komende 4 jaren. Daarin ga ik wel mee met de heer Bongers op hoofdlijnen. Dus je zult een paar thema's moeten benoemen met elkaar. Maar daar ook kijken van hoe kun je daar ook samen met de inwoners in optrekken. En dan niet alleen als fractievoorzitters, maar als gehele gemeenteraad. Dus ik kan mij dan ook even een voorbeeld voorstellen dat we met z'n allen in de bus gaan en hup naar de inwoners toe. Dus wij gaan het niet kom maar naar ons toe. Nee, we gaan naar de inwoners toe. Op welke manier, want dat vraagt natuurlijk ondersteuning die we wellicht nodig hebben voor ons.
Nou, dat zullen we dus ook moeten vragen aan de ondersteuning vanuit. Kijk ook even naar de griffier en de voorzitter. Maar daar zijn verschillende vormen voor te bedenken. En ik denk dat we dat ook met elkaar prima kunnen bediscussiëren. Kijk, het andere onderdeel moeten we, en dan heb ik het dus over de poppetjes, de bestuurders enzovoorts. Ja, daar moeten we kijken, hebben we daar voor onszelf, is het prettig om daar toch te werken met een externe formateur, ja of nee? We hebben volgens mij verschillende varianten in het verleden gehad. Ja, ik denk dat het altijd goed is om sowieso met iedereen om tafel te zitten. Als CDA respecteren we wel de verkiezingsuitslag, dus we zullen zeker ook met de LPO om tafel gaan zitten. Om te kijken hoe ziet samenwerking eruit. Maar datzelfde geldt voor de VOV, datzelfde geldt voor D66, PvdA, VVD, ChristenUnie. Dus we willen wel met iedereen om tafel, maar kijken wel nadrukkelijk naar de verkiezingsuitslag. Omdat we, wat ik al gezegd heb, we zijn een democratische partij, dus daar moet je ook serieus mee omgaan. Drie wethouders heb ik al aangegeven. En ook wel vaartmakend. Zorgvuldigheid, maar wel vaartmakend. Dus het moet geen sloomproces worden. We hebben ook werk aan de winkel. Niet voor niets. Een aantal andere collega's zeiden het ook al. De nieuwe organisatie staat op stapel. En wellicht dat... ik weet niet of dat er al meer informatie voorhanden is... in de zin van een schets of iets anders wat ons ook kan helpen. Ik weet natuurlijk nog niet precies wat hier allemaal in staat in dit overdrachtsdocument. Maar ik kan me zo voorstellen dat de eerste gedachten ook heel belangrijk zijn... wanneer we met elkaar om tafel gaan. Maar als dat niet zo is, misschien kan er dan nog iets naar ons toe komen, vraag ik dan maar via deze weg. Dus kortom, wel lekker daadkrachtig, wel gezamenlijk. Wat eruit gaat komen, ja, weten wij ook nog niet. Maar laten we dat in ieder geval wel met de inwoners op inhoud gaan doen. En zorgen dat er een stevig bestuur komt. En dat we vooral inderdaad goed gaan samenwerken. Of misschien nog beter samenwerken dan we al deden... In de vorige periode of in deze periode nog. Ja, daar wilde ik het in eerste termijn even bij laten, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Zijn er vragen bij de andere lijsttrekkers aan mevrouw Bakelaar op dit moment? Dat is niet het geval. Dan kom ik bij de rondvraag. Wens iemand daar gebruik van te maken? Een van de aanwezigen niet. Nou, dan dank ik u voor uw inbreng, uw duiding, het vervolgproces dat u heeft geschetst. U heeft nog niet concreet vervolgstappen benoemd, mevrouw Bakelaar. Misschien kunt u daar nog iets over zeggen, ook in het licht van deze openbare bijeenkomst. Ja, ik kan me zo voorstellen dat we wel deze week even met communicatie naar gewoon de lijsttrekkers komen. Om voorstellen te doen voor gesprekken, om die te gaan voeren. Maar wat ik al zei, ik ben nog even, daar wil ik nog even over consulteren, ook van wel of geen externe formateur. Misschien dat de collega's, als ik zo vrij mag zijn, voorzitter, daar nog iets over kunnen en willen zeggen om ons daarin te adviseren. Want we gaan het samen doen en ik wil even weten van, is daar wel of geen belangstelling voor vanuit neutraliteit, vanuit, nou, noem het allemaal maar op. Meneer Van der Moor. Dank u wel, meneer voorzitter. Ik kreeg net het argument al aangereikt. Vanwege de neutraliteit of objectiviteit stelt de ChristenUnie in ieder geval zeer op prijs dat er een informateur of een formateur, dat mag van ons samen, maar in ieder geval een extern persoon komt die de partijen bevraagt op mogelijkheden. Meneer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat sluit ook wel aan bij de wens van de VOV. Want wij zouden ook, ja, wanneer is er sprake van onafhankelijk, maar wij zouden ook graag zien dat er een externe, onafhankelijke, dan wel neutrale formateur, informateur zou komen om daar stappen mee te maken. Dank u wel. Mevrouw Lagas. Ik denk dat het een heel goed voorstel is, zeker gezien het voorgestelde proces, omdat je een inhoudelijk proces hebt en een bestuurlijk proces. Zou de formateur daar een hele goede rol in kunnen spelen, ook in het kader van hoe vertaal je dat dan naar de bestuurlijke slagkracht? Het is wel goed voorstel. Welk van de beide processen bedoelt u dan? Nou, er is een inhoudelijk proces voor het ommerakkoord. Dat is het ene proces. En het andere proces is van wie gaat het dan doen bestuurlijk? En volgens mij duidde mevrouw Bakelaar, maar als het anders is, dan hoor ik het graag, dat de formateur de rol pakt in het kader van wat uit het ommerakkoord komt, om te kijken hoe wordt het dan in het bestuurlijke proces vormgegeven.
Als het breder gezien wordt, dan hoor ik het graag. Maar ik heb hem zo opgepakt. Ik stel u inderdaad die vraag om de reden dat ik proef dat er verschillende interpretatie wordt gegeven. Formateur en informateur lopen ook een beetje door elkaar, merk ik, in dit gesprek. Misschien toch nog goed om even scherp te krijgen. En dan geef ik even mevrouw Bakelaar het woord om daarop te reageren. Scherp te krijgen wat haar verzoek is. Zullen we het even goed inkleuren voor de collega's? Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, mijn verzoek is inderdaad om zo snel mogelijk om tafel te gaan. In dit geval dan met een externe formateur, waarin we natuurlijk gaan aftasten hoe ziet iedereen in de wedstrijd, om het maar plat te zeggen. En vervolgens te kijken van hoe ziet het vervolgproces daaruit. En dan gaat het vooral om het formeren. Dus daadwerkelijk collegevorming. Ja, dat bedoel ik allemaal. En hoe dat zich dus daadwerkelijk gaat vormen, het parallelproces inhoud. Of dat we wellicht tot een snelle formatie komen, waardoor we daarna het ommercontract opstellen. Kijk, ommercontract vind ik de basis. Maar hoe dat precies in werking gaat, dat hangt van ons allen af en hoe we dat gezamenlijk willen en kunnen oppakken. Dank u wel. Ik ga even terug naar meneer Van der Mooren. En ik zat juist te bedenken, voorzitter, dat ik eigenlijk nog niet aan de beurt ben, want ik was bezig met een rij af te gaan. Ik wil ook wel even wachten. Mevrouw Lagas. Ja, ik denk dat we niet zo heel ver uit elkaar zaten. Het heeft alleen met de volgordelijkheid te maken, maar de duiding is akkoord. Meneer Mors. Ja, ons past bescheidenheid. En ja, uiteraard zijn we ook voor een objectief proces. En daarbij kunnen we heel goed geholpen worden door een externe. Dus ik ben daar ook een voorstander van. Als er een stevig akkoord komt, dat goed uitgevoerd kan worden, is dat het doel waarnaar we streven. Ja, voorzitter. Ja, mij past ook enige bescheidenheid. Maar die bezit ik van nature, dus dat is het voordeel. Wat betreft haast, ja, zeker. Dus vandaar dat ik ook inderdaad voorstander ben van een formateur, inderdaad, niet van informateur, een externe formateur. Haast en zorgvuldigheid. Ik denk dat dat ook inderdaad een goede zet is. Dan ben ik zo brutaal als niemand anders het woord voert, mevrouw Bakelaar. Meneer Bongers? Ja, u zat wat achteruit. Dus. Goed. Nee, ik heb in de eerste instantie aangegeven dat wij zeggen van nou, we kunnen het ook oppakken zonder externe hulp. Maar wij staan zeker niet tegen externe hulp. Als het proces kan versnellen, graag. Ik denk dat we sowieso, want dat punt is nog door niemand benoemd, maar ik denk dat er ook wel duidelijk behoefte is aan een stukje externe ondersteuning als het gaat om een aantal zaken te beschrijven, te inventariseren. Ik denk dat het goed is dat dat niet door een van de partijen gebeurt, maar dat dat door iemand anders, het zij een ambtelijke organisatie of iemand van buiten gebeurt. Dus ja, daar ondersteunen we, maar wij staan ook voor andere opties open als het proces ten goede komt. Mevrouw Bakelaar, ik denk dat het goed is als u samenvat. Ik wil dat met opzet niet doen, omdat het een politieke inkleuring heeft. Of zou kunnen hebben. En ik laat hem graag aan u, omdat u de trekker bent van dit proces. Dank u wel. Nou, ik heb gehoord dat alle collega's inderdaad voorstander zijn van een externe formateur. Waarbij snelheid en zorgvuldigheid van het proces belangrijk is. Ik hoor iedereen ook wel in ieder geval de goedkeuring uitspreken over een inhoudelijk gezamenlijk akkoord. Of een ommerakkoord. En een voortvarend proces. Dus wij zullen zo snel mogelijk zorgen voor een ondersteuner, een externe formateur. Waarbij we zo snel mogelijk uitnodigingen aan de collega's gaan versturen. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Ja? Meneer Van der Moor, ik zie dat u behoefte heeft om nog een vraag te stellen. Het wordt misschien een beetje complex, maar zojuist wilde ik niet tussen beiden komen toen u bezig was met de volgorde af te werken. Ik was ook blij met de aanvulling van mevrouw Bakelaar over hoe het proces eruit zou kunnen zien. Want ik wil een beetje voorkomen dat wat er geschetst wordt ook meteen de opgelegde volgorde is. Hè. Wat er gaat gebeuren, dat kunnen we met elkaar dan ook nog wel uitmaken. En die voorzichtigheid of
dat wat nog maar even de vraag is hoe het precies gaat lopen, brengt mij ook tot de volgende gedachte. Dat we in ieder geval zullen streven naar een gemeenschappelijk document, een gemeenschappelijke opzet. De praktijk zal natuurlijk uit moeten wijzen of we daar inderdaad aan toekomen. Dus het is het doel waarnaar we gaan, maar of het vaststaat of we dat halen is natuurlijk nog even een heel groot punt 2. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Ja, voorzitter, dan ben ik toch even zo eigenwijs om, wat mij betreft, komt er een ommeakkoord. Alleen of dat daarnaast nog een coalitieakkoord behoeft, hè, of een uitvoerend akkoord, omdat er verschillen zijn. Maar mij ging het om het ommeakkoord, daar zitten alle overeenkomsten in. En als dat vraagt nog om een precisering in een ander document, dan kan dat. Ik maak het wellicht wat ingewikkeld nu voor meneer Van der Mooren, maar... Ik ben niet bezorgd dat het voor mij ingewikkeld wordt. Er is meer publiek. Nu ga ik het wel interpreteren, mevrouw Bakelaar. Ik stel vast dat u streeft naar een ommeakkoord. Dat is de inzet, daar wilt u al komen. En er kan op enig moment aanleiding zijn om een vertaling te maken van het ommeakkoord naar een coalitieakkoord. Ja? Nou, en daarvoor heeft u geschetst hoe u het proces voor u ziet. En u heeft ook aangegeven dat deze week uitnodigingen zullen uitgaan. Ik kijk nog even rond. Of ik nog iemand vergeten ben het woord te geven. Al was het maar in het kader van de rondvraag. Dat is niet het geval. Ja, dan ga ik u allen danken voor de komst. En dan ben ik heel benieuwd naar het verloop van het volgproces. Maar dat zullen de mensen die op de tribune aanwezig zijn ook wel zijn. En ik denk u zelf ook wel. Dus ik wens u heel veel wijsheid in de komende processen die u ingaat. Dank voor uw komst.